voor mijzelf heb ik het gevoel, ik ben hier op mijn plek. Ik word gerespecteerd om wie ik ben en wat ik uitdraag, wat ik uitstraal. En dat geeft mij ook ja, op een of andere manier een positief gevoel. Wat ik leuk vind, is dat je van een heel moeilijk gesprek een positieve draai kan geven. Dat geeft een, dat is de voldoening die je dan hebt. Maar het is voor de verzuimende medewerker ook heel belangrijk om een luisterend oor te vinden. Naast luisteren denk ik ook dat je empathisch moet zijn. Je moet je kunnen inleven in de persoon die je aan de telefoon krijgt. Dienstbaar, flexibel. En je moet ook tegen kritiek kunnen. Want sommige mensen hebben geen flauw idee wat het hele ziekteverzuim dan het ziekteverzuim inhoudt. Dus die willen gewoon weten wat je doet. Daarbij denk ik dat je ook tegen veranderingen moet kunnen. Want het verandert. Robulus is verandering. Maar dat wil niet zeggen in de negatieve zin. Want je kan er ook heel veel kracht en positiviteit uithalen. De Robulus kijkt goed naar de mensen. Kijkt vooruit. Van welke stappen nemen. We kunnen onze mensen daarin meenemen. En dat vind ik wel iets wat ik heel prettig vind. Ik denk dat als ik het over mezelf heb ik mijn plek gevonden bij Robulus. Maar ik vind het ook gewoon een fijne werkgever.